Ik ben blij dat Luc nu aan de beurt is. Nou, ik ben blij dat ik net niet aan de beurt was. Ik ben blij dat Arjan er was. Goed, vandaag was eindelijk dan de nieuwste versie van de Charlie Hebdo te koop in Nederland. Slechts 500 edities waren naar Nederland verscheept. En die waren dan weer verspreid over het hele land. Hè. 7 exemplaren daar en 10 exemplaren daar. En dus was het voor veel mensen zoeken naar die ene boekhandel die dan die krant had. Al vanochtend om 6 uur stond ik ook op Eindhoven Airport. Maar ja, daar hadden ze het niet, dus ik hoop dat ik hier een kans heb. Ja, ik zou hem heel graag willen hebben, niet voor mezelf, maar voor mijn vader. Ja, dat is lief, hè. Ze wil hem halen voor haar vader, maar helaas, ook zij heeft pech niet meer te krijgen. Ja, balen. Ja, mijn vader wist niet dat ik hem voor hem wou halen, dus... Wat niet weet, wat niet eerder, denk ik. Dat maakt niet uit. Komt hij toch nooit achter. In België en Duitsland waren er vandaag antiterreuracties. Hè? Dat is dichtbij. Maar gelukkig worden we wel door de regering regelmatig gewoon gerustgesteld. Moeten we ons naar leiding van België zorgen maken? Absoluut. Absoluut. Nou, helemaal opgelucht. Klinkt lekker geruststellend. Maar de regering waakt natuurlijk wel. Hè? En niet meteen wanhopen ook. Want in Nederland zijn ze meteen begonnen met echt keiharde maatregelen om de terroristen weg te houden. Thomas Berg op de vrijdagavond. Ja, heeft een nummer gemaakt naar aanleiding van alles wat er in Parijs gebeurt. Ah, dat is flauw, hè. Het is super sympathiek van hem. Hij heeft een nummer gemaakt, dus wat echt uit zijn hart komt. De gebeurtenissen in Frankrijk hebben hem zo aangegrepen dat hij dat nummer heeft geschreven. En hij heeft het geschreven als muzikant, maar ook als vader. Zegt hij stukje horen, Umberto, wil je een klein stukje horen? Ja, oké, komt hij. Wie zijn wij? Zo heet het. Wie zijn wij? Ja, prachtig. Iets anders dan. Ah, weer een mooi nummer. Mooi nummer. Heb je meegekregen dat er in Andijk vandaag ernstige problemen waren? Dit is in Andijk. Het heeft natuurlijk veel geregend. Hè? Het is een warme, maar ook een hele natte winter. En dus is er op veel plekken hoog water. En vanmorgen ontdekte een alerte bewoner van Andijk dat er ineens water door de dijk sijpelde. Er lag daar ineens een enorme plas. Nou, de autoriteiten natuurlijk zijn in opperste staat van paraatheid. Nederland is toch altijd een beetje in gevecht met het water en zo. En er werd ook al een beetje gedagdroom van gesleept met zakken zand en zo. En evacuaties en helikopters die dan koeien van het dak moesten halen en zo. En wat denk je, Umberto? Verstopte put. Echt waar. Verstopte put in Andijk. Nou goed, kan gebeuren. Virals van vandaag dan. Tot nu toe lijkt 2015 wel een beetje het jaar van de yoga te zijn. Iedereen doet tegenwoordig aan yoga. En ik dacht, weet je wat, misschien moet ik daar ook maar eens een keertje aan beginnen. En ik ben dat aan het doen online. Dus ik volg online lessen yoga. En wat wel geinig is, dan kan ik meteen mijn nieuwe hobby, yoga, combineren met mijn oude hobby, kattenfilmpjes. When you're ready to come out, it says if someone pulls you up through the left arm. And you press into your feet. And then you move your feet around. If you want to take the block with you, you'll just have to get it and bring it around. And we do the same thing on the other side. Arms out to the side, inhaling. Oh. Eindelijk. Deze man doet verslag van een gebeurtenis. Ik spreek zijn taal niet, maar en ik heb ook, had eigenlijk niet zo heel veel zin om dat allemaal weer te moeten vertalen en zo. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want waarschijnlijk doet hij verslag van hoe gevaarlijk deze weg is. Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. Hij zei letterlijk, het is gevaarlijk hier. Oh, serieus? Ja. Oh, kijk, nou, dat lijkt dan wel weer inderdaad. Ja. Goed, weet je trouwens wat echt gevaarlijk is? Nou? IJshockey. IJshockey is echt een levensgevaarlijke sport. Vooral als je dat aan het doen bent natuurlijk. En het meest gevaarlijke punt van IJshockey is vlak na de wedstrijd. Want dan moet je als IJshockeyer ineens gaan nadenken over hele ingewikkelde dingen. Als, ja, wat is nou eigenlijk verticaal en horizontaal? Ik doe hem nog één keer. Nog één keer. Toink. Goed, tot slot. We gaan naar een supermarkt toe. En in die supermarkt staan sommige producten zo hoog opgestapeld dat niet alle mensen daarbij kunnen. Maar gelukkig zijn er altijd lange mensen. Ha 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 ha!